gaan weer weg. We gaan eerst richting Koevorm, hè? Eerst richting Koevorm. En dan kijken we waar we komen. Heb je nog wat te melden? Nee. We gaan zo meteen Friesland weer verlaten. Reisdag qua weer, het regent niet, het waait niet meer zwaar, het is ook niet te heet, dus mooie dag om te reizen. Tot later! Drenthe, hè? Ja, een mooi oudje Drenthe dorpje. Mooi. Oh, hier staan we mooi in Schutdorf, mooi aan een rivier, De Vecht. De Vecht, daarachter maak ik ook nog wel even een filmpje van, had ik ook al even gedaan met de gsm. En we staan hier op een hele mooie parkeerplek, op nog een 30 meter afstand van een viskraam daar. En ik weet nog niet wat daar in de hoek staat, volgens mij een patatkraam. Nou, we staan hier allemaal, hier mag niet meer staan, we hebben net met de beambte gesproken die hier de controle over heeft. En hier mag je mooi staan aan de kanten. Perfecte plek. Je mag hier de stoel even buiten zetten met een tafeltje, geen probleem. En dat doen ze hier ook allemaal. Hier hebben ze vroeger wel heel veel op beleid, want deze parkeerplek waar ik nu overheen loop stond ook altijd vol met campers. Maar dat mag dus nu niet meer. Dat liep uit de hand, zeggen ze. Of zei ze. Want vanwege het zwembad daar. En mensen die hier met de auto willen parkeren. Ja, dit is een vrije parkeerplek. En dat was niet voor de campers bedoeld. Nou, we lopen nu even naar een, als het goed is, een klein winkelcentrum. Dat hier ook op 200 meter afstand is. Dus dan gaan we even kijken. Tot nader. Dit is de bakker. Ideaal. En daar is het zwembad. En dat allemaal op een afstandje van 50 meter. Geweldig. Dan gaan we Geertje. Die wil weer foto's meiden natuurlijk. Die wil weer foto's maken. Vrij Schutdorf. Nou, dit is een vrij hoofdweg. En daar hebben ze een leuke palend complex gemaakt met verlichtingen in 's avonds. En daarachter, zoals je ziet, staat de kerk. En daar is het zwembad. Het water zal wel koud wezen, want de dames staan aan de kanten. Maar hier gaan we vast nog wel eens een keer heen. Ja, dan staan we hier mooi op een nog geen 300 meter afstand, denk ik, van onze camper. Een hele mooie gebouw, een hele grote parkeerplek. Met daar een Aldi en daar een Roosman. En hier een hele grote pijp met een soort oude fabriek waar van alles in zit. De actiefabriek staat erop. Er zit een Action in, een NKD, een Teddy en nog wat, weet ik veel. Je hebt hier ook nog Lidl
en je hebt hier de kik. Nou, wat wil je als Hollander nog meer hebben? He? De kik en de teddy en de action. Kom er maar bij. En hier allemaal in dit mooie plekje. Geweldig. Nou. Mooi hoor. Dit noemen ze de fabriek. Allemaal water vervallen. Zoals je ziet. En gaat maar door, gaat maar door. Stroomt ook nog aardig, zie ik wel. We'll be right back.
Zo, daar rijden we weer. Het is nu donderdag. We hebben een paar dagen heel mooi weer gehad hier. In, is dat weer? Schutterdorf aan de weg. Schutterdorf. En we gaan nu richting de Haarmühlen, dat is een watermolen. Dat ligt nog in Duitsland, vlak bij Enschede. Onder Enschede, ja. Of onder Enschede. En dan gaan we daar even wat rondwandelen, even kijken. Dus het is mooi weer. En we gaan ervoor. Tot later! Nou, hier zijn we net over de grens bij Enschede in Haarmühlen. Zo heet het hier. En we gaan hier even rondkijken. Mooi hoor. Hier een restaurant. De biergarten. Oeh, Meiselweisse. Dat is precies wat ik zoek. Dat is een lekker biertje. Mooi hè. Daar een mooie biertuin. Super mooie omgeving. Hier draait de molen. Er zit nu niks in, zo te zien. Hier een grote molensteen, zoals je ziet. En daar allemaal bewerkingsmateriaal, denk ik. Even kijken waar ik loop. Heel veel grove planken hier hoor. Daar een raampje. Daar nog een grote molensteen. Dit is natuurlijk nu alleen, denk ik, nog voor de mensen om te kijken, hè? Toerisme. Kijken, dikke gaten in de vloeren. Zo, dit is heel oud, hè? Dit is heel oud. Ah, mooi hoor. Hartstikke leuk. We hadden hier een, denk ik 10 jaar terug ook al een keer geweest. Niks veranderd, hè? Niks veranderd. De sluis. Een dikke draaikolk daar. Er saus het water hier aan. En daar liggen een roeibootjes, kun je mooi varen. Ja, mooie omgeving. Thank you.
Lekker? Heerlijk. Proost. Zij is Geertje. Zij hadden toen al bakstenen, 1824. Ja. Vest. En wat ik nu hier ook zag, bij deze mooie ding, hier zit een complete kelder onder. Ik weet niet of je het zo kunt zien. Ik denk het niet. Maar hier zit een complete kelder onder met dure schilderijen. Denk ik. En hier is een soort, ja, een feestding kan je hier doen. En dat kan je ook niet eens zien natuurlijk, want het spiegelt allemaal. Maar dit is een hele grote zaal met een grote bad erin. Zo, misschien is het ook wel heel leuk om even te vertellen dat hier heel dichtbij is een Galgenheuvel. Als je hier ging smokkelen over de Nederlandse naar de Duitse grens en je werd gepakt of je was een andere misdadiger, dan was het van galg en rad. En wat is galg en rad? Je werd eerst vastgebonden op een heel groot houten wiel. Daarna werden je vier ledematen kapot geslagen. Daarna werd je opgehangen ter afschrikking voor andere misdadigers. Dat is dus van galg en rad. Ja, de eerste afslag van de Sarstraße.
vraag is, passen we er doorheen? Nou, we gaan vandaag hier weer vertrekken van het mooie plekje Vrije Zuidzee, Wiet Marsen. En het is hier een ruimte zat voor campers. Hè. Stond op de campercontract maar plaats voor 5, maar dat kan alleen op dit veldje al. En dat is officieel voor fietsen, waar de mensen de campers neerzetten. En daar heb je een groot veld, daar in de verte grote bulten voor die crossfietsjes die er gisteren niet kunnen omfietsen. Stunten over de bergen. Nou, hier heb je een leuk bruggetje. Nou, en dan gaan. Het was gisteren, omdat het zo mooi weer was, ontzettend vol. Ontzettend. Nou, hier zaten ze om te picknicken en zo. Daar in de verte is een restaurant. Nou, dat vanmorgen, daar kun je ook lunchen. Nou, ik denk dat er wel weer 50, 60 auto's stonden die daar gaan lunchen elke keer. Ja, ontzettend mooi. Nou, dan gaan we hier even heen. Hebben ze een leuke steiger gemaakt. Kijk, zo van afduiken. Maar ik heb gisteren even op het strandje geweest. En daar heb ik even gezwommen. Het water was heerlijk. Hier zit een joekel van een meer bij. Daar een hele mooie strand. Hallo. En moet je eens kijken hoe schoon het water hier is. En daar hebben ze een heel groot speelkasteel gemaakt. Daar kun je kinderen in spelen met allemaal speelattributen. Daar in de verte zie je allemaal nog, ik weet niet dat ik in kan zuimen. Dat zijn volleybal speeldingen en voetballen kan je daar. En daar ligt nog een mooie barbecue boot. Is daar nog in de verte. Geweldig mooi plekje. Hier komen we vaker terug. Echt waar, dit is geweldig. Nou, we gaan weer eerst even richting Emlyheim. Even wat bier inkopen daar in de bierwinkel. En dan gaan we vandaag eerst weer naar huis. Blijf een weekje thuis, denk ik. En dan gaan we weer weg. Dus bedankt voor het kijken voor deze mooie vlog. Word abonnee als je lid wil worden. En blijf ons volgen. Dat is hartstikke leuk. En dan zie je ons weer bij de volgende vlog weer terug. En dan kun je ons gewoon, als je abonnee wordt en op het belletje klikt, dan blijf je ons automatisch volgen. Nou, dit was het. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende ronde. Hoi.